Ik wil ook niet propaganda maken voor Schoppen. Maar vroeger, nog niet zo lang geleden ook, dan had je toch verdedigers met de hand. Jan begint te lachen nu. Nee, maar die verdedigers die hadden allemaal de instelling... hij gaat er één keer langs, maar de tweede keer is eigen schuld, hè? Ja. Weet je wel? Maar dat hebben ze op het ogenblik niet meer. En misschien komt dat ook wel door al die camera's... want het kost je een geweldige schorsing. Maar kijk, de generatie... van 10 jaar geleden, die zou het niet pikken dat ze echt gekleineerd zouden worden met dit voetbal van Barcelona. Okay, dan zou ze zeggen... periode van Jan met achterin. Nou, je moet nou Rinus pakken. Je hebt het nou over Rinus. Ja, Israël, ja. Stel je voor dat je nou een 1-2 maakt met bij Rinus, weet je, ja. of bij die dikke Lazarus. Ja. Nou, ik zweer het je. Dan moest je echt, als je 1-2 maakt, dan kon je niet langs lopen, want dan lagen je bal in je strot. Want dan gaf je een koek, niet te geloven. Dus je moest je echt helemaal zo omlopen om erbij te komen. Want anders, ja, dan vloeg je omhoog. En tegenwoordig, dan word je bij Johan zeggen, die camera staan, je kan minder flikken dan maar dat ging bij jullie op de training. Ik vergeef van Hanegem dat zelfs op de training wel eens zo ging. Ja, dat was echt niet normaal. Dat jullie elkaar gewoon raakten waar je maar raken kon en zo. Ja, als je dan ging lopen janken, dan was het over. Ja, want Lazarus mocht een paar keer... Hoe kreeg je dan die ballen in je keel? Hoe deed je dat dan precies? Hoe werkte dat dan? Want als je niet met een elleboog, hoe deden ze dat precies dan? Ben je na 3 minuten bezig en je loopt alweer te zeiken. Nee, ik wil dat gewoon. Ik probeer me er een voorstelling van te maken. Dat je daar dan langs loopt en hoe ging dat dan? Dan kreeg je een knie loop straks even langs en dan zal ik ervoor. Ja, dat lijkt me wel een goed idee inderdaad. Ja. Maar Wilfred, ik zat van tevoren net even met Jan te praten. Jan heeft toen wij in militaire dienst lagen, toen speelde Jan... Jopie, Jan, jij kent Jan Dick Beek nog wel, hè? Nou, Dick Beek heb ik denk 10 jaar tegen gespeeld. En die deed 10 jaar hetzelfde bij iedere club. Dan floot de scheidsrechter, die floot het begin van de wedstrijd. En Dick was spits. En dan stond ik in de mandekking en dan ging je naar Dick toe. En dan greep hij je zo achter bij je kloten en dan draaide hij zo om. Dus dat bedoel ik nou. Dat gaat in de pauze. Dat deed hij iedere keer. Op het laatst begon ik het wel lekker te vinden. Ging al, hè. Ja, de tijden zijn veranderd, Ivan, hè, als we dit zo horen. Ja, gelukkig wel, ja. Maar de pauze komt nog, hè. Ja, dat gaan we even uitleggen. Ja, dat maar. Ja, heel fijn. Als je naar Dubai Sport kijkt, hè, dan weet je... Dubai Sport, ja, dat hoort er net even. Al net is afgelopen, Jan. Nee, maar als je de zender van die sheik, van Al-Wassel... elk uur zie je die gozer erop, nou, op het moment. Ja, het is niet te geloven. En daar zit je echt naar te kijken, ook, naar dat soort dingen? Ja, daar staat die televisie aan. Dan doet die televisie wel uit. Nee, dat begrijp ik ook natuurlijk. Maar je kan hem uitzetten. Wat is dat voor een mannetje? Ja, maar er is wel eens een avond dat ik niet naar Dubai Sport kijk. Nee, maar als je gewoon tussen... Kijk, ik zal je proberen uit te leggen. Donderdag en vrijdag spelen ze competitie in die landen. Omdat het daar dan voor ons zaterdag zondag is. Nou, dan kijk ik naar Dubai Sport, als er dat voetbal is. Nou zie je Maradona Al-Wassel. Dat is normaal. Ja. En het is 3 uur verschil, dus dan kan je alle partijtjes zien. Ja. Dan kun je 2 partijtjes zien. Nou, verstaat er wel een fluit. Ik zit ook nog thuis, Jan, tegen mijn vrouw. Ik ga even Dubai Sport kijken. Ja, ik ben even een paar rondjes tussenuit. Dat snap ik heel goed. www.rtlvoetbal.nl als je nog vragen heeft voor de heren aan tafel. Mocht ik... Nee. Nou, krijg buiten beeld krijg je wel een ongelofelijke klet. Ik zit helemaal op. Hij zit hier dadelijk. Maar waarom gaf je hem nou een klets dan? Ja, dat ik jou er niet bij kon. Mocht ik er nou zo meteen niet meer zitten, dames en heren, dan weten we wat daar de reden van is. Dan zitten mijn ballen in mijn keel. En we gaan zo meteen verder praten met Jan Boskamp, Johan Derksen en Ivan van Duren. Tot zo na de reclame.